Hi, goedemorgen, middag of avond bij deze allerlaatste dag van Fragment of Your Imagination. Ik ben heel benieuwd wat we gaan tekenen, want ik heb begrepen dat dit fragment een combinatie is van iets wat alle drie de dames hebben gemaakt. Laatst in een live hadden ze het erover. Live op Instagram, dat hij nog geen naam heeft. En, nou, superleuk. Ik heb een leuke kleur gepakt, de laatste. En ik maak voor mezelf even een string, zodat ik weet wat het midden is. Dan ga je van boven recht naar beneden naar het midden van de onderste band. Vervolgens maak ik dit af met pen. En dan ga ik alle drie de onderdelen intekenen. Maak ik weer een aura. En dan ga ik de orbs tekenen. Ik ben gek op orbs. Even kijken. Ja, dat zijn een soort tanden. Aan elke kant komt een driehoekje eruit. Nou, ik ben gek op zwart, dus ik ga de inhoud zwart maken. Pak ik even de identiepen voor. Gaat lekker snel. Die is trouwens heel erg geschikt om op stof mee te tingelen. Nou, nu ga ik nog een mooie gem maken. Gebruik ervoor Prismacolor. Heel fijn potlood. Lekker zacht. Wax- en oliebasis. Ik pak een aantal kleuren die een beetje erbij passen. Nou, dan ga ik natuurlijk ook wat schaduwen. En ik realiseer me dat het, dat het echt de laatste dag is. Echt super jammer. En ik vind het ontzettend leuk als je meegekeken hebt. En ben ik wel benieuwd hoe die van jou eruit zien. Ik ben ook benieuwd of je die dan ergens gaat posten. En ik ga zeker nadenken over. Een dagelijkse video, want ik moet zeggen dat ik het echt super leuk vind om dit zo te doen. Dus echt even elke dag een momentje zen. Zentangle EHBO. Nou, voor het wit gebruik ik ook Prismacolor op deze tekening dan. Om nog wat meer diepte te verkrijgen.
Zo, mijn naam erop. Even met Posca bijwerken. Ga ik nog even de achterkant beschrijven. Ja, de laatste dag. Nou, en hij heeft nog geen naam. Nou, superleuk. Wat een cutie. Nou, heel erg bedankt. Ik ga in ieder geval nog een wrap-up video plaatsen morgen. En ik zeg tot een volgende keer. En kijk gerust naar de andere video's op mijn channel. Ik vond het hartstikke leuk dat je erbij was. En dankbaar voor alle likes. Vind je het leuk om meer te weten over mij, dan kun je naar mijn website. Die staat onder in de beschrijving. En ik wens jou nog een hele fijne dag. En tot de volgende challenge. Doeg!